kleuterschool is eigenlijk de belangrijkste bron van ons Adama Foundation, omdat dat is de root van ons kinders. So ons moet al daar beginnen om hulle recht op te leiden, die rechte faciliteiten, programma hulle aan te bieden, zodat hulle, als hulle naar die laarschool toe gaan, dan moet hulle vooruitstrevend wees, hulle moet een verschil maken. Ons ten volle onderhou onze kleuterschool, ons moet hulle eters voorzien, in samenwerking met Pebbles, waar ons hulle maandelijkse donatie betaalt voor Pebbles. Hulle is verantwoordelijk voor ons kinderse programma, onze onderwijzers gaan elke maand voor training naar hulle toe. Mijn naam is Maronisa Leroux. Ik is van Bosman Adama. Ik werk thans bij de nazorg en ik help ook bij de kleuterschool. Adama Foundation heeft me gehelpt om naar mijn studies toe te gaan, voor mij te komen halen in vervoer en voor mijn voor opleiding. Ons gaan elke maand nou voor een opleiding, ICD, en ook voor nazorgopleiding. Adama helpt mij ook om nog meer te groeien, want ik begin met ons nou onder. So op het einde van de dag weet ik, ik ga naar boer uitkomen. Het ons voor ons kinders trekzoet laat maken. Een van die onderwijzers, so als ons kinders uitgaan op uitstapjes en zo, dat hulle erkend kan worden. En dat hulle kan weten dat die kinders komen van Adama Foundation. En hulle wordt gesponsord door Vetrijd. Ik is 5 jaar April, ik is hier ook bij Boervlek Kleuterschool. Ik heb begonnen met mijn kinders en mijn juffrouwen. En daarna het Vetrijd met mijn oor gevat. En toen groei ons eerst. En die klasse het meer geworden, die juffrouw het meer geworden en die kinders het meer geworden. Alle vorderingen zo goed, als we bij de andere scholen hoor ik altijd hoe de bovenlijke kleuterschool de kinderen staan uit. Ons doen alles in ons vermoeden. Ons het een computerklas waar ons computers ook heet, waar die kinders in die namiddag komen doen. Hulle is werk of hulle taken kan hulle hier doen. Is gratis internet is even die kinders om hulle projecten te doen. En dan het ons ook, bij die kleuterschool is ons verantwoordelijk voor hulle kracht, betaal ons uit die premie geldheid. En dan ook zelfs hulle die schrijfbehoeftes wat ons jaarlijks aankoop, ons schrijffondsen van andere organisaties af schrijfbehoeftes, maar ons moet het ook aanvullen en daarvoor gebruik ons die premie geld.